Een ode door scholieren aan Tweede Wereldoorlog-veteranen. Ik ben heel blij dat er nu vrijheid is in ons land. En die blijdschap en dankbaarheid hebben jongeren verwoord in brieven. Allahu Akbar. Met het ochtendgebed en baklava vieren moslims het einde van de Ramadan. Basisschoolleerlingen leven zich uit tijdens de Koningsspelen en wagen zich aan allerlei uitdagingen. Goedenavond. Het was een speciaal moment. Nabestaanden van de omgekomen Britse soldaat Colebrook en geëxecuteerde Tielenaren hebben vanmiddag elkaar voor het eerst ontmoet. Colebrook werd tijdens de Tweede Wereldoorlog geholpen door het Tielse verzet om onder te duiken. Hij werd verraden en door de Duitse bezetter gevangen genomen. 5 willekeurige Tielenaren werden als represaille geëxecuteerd. De families van de nabestaanden hadden elkaar nog nooit ontmoet tot vandaag. Very emotional. Making me feel emotional now. To think what their family went through. And I don't think my father knew that that would happen because he had been taken away by then. So, but very emotional. Is this a sad day or also a sort of happy day? It's a happy day. It's happy. It's not sad. It's not a sad tears. It's a happy, happy memories. To think that he was here in this town all those years ago, before I was even born. So no, it is a happy day, and it's lovely to meet the family of the people who, you know, gave up so much. It's a good day. De families kwamen bijeen voor de opening van het Tweede Wereldoorlog informatiecentrum in het rivierengebied in Tiel, waar lokale oorlogsverhalen worden tentoongesteld. Ja, en een aangename verrassing vanochtend voor de 97-jarige Max Wolf uit Wageningen. De Tweede Wereldoorlog-veteraan kreeg van 2 middelbare scholieren een brief om hem te bedanken voor zijn strijd voor de vrijheid. Hij is een van de 400 veteranen in Nederland en in het buitenland. Zij krijgen vandaag zo'n bedankbrief, geschreven door middelbare scholieren uit Gelderland. Hier zo, alsjeblieft. Dank je wel. We hebben een brief voor u geschreven. Om u te bedanken dat u zoveel heeft gedaan. Is het de bedoeling dat ik de brief even lees nu? Ja, dat mag u doen. Ik ben Lotte, ik ben 13 jaar oud. Ik vraag me af wat vrijheid voor u is. Voor mij is het dat ik nog vrij kan lopen op straat en dat ik mag zeggen wat ik wil. Ik kan mij moeilijk voorstellen om niet vrij te zijn. Dank je wel, Lotte. Dat is een mooie, lieve brief. Ik ben heel erg dankbaar voor alles wat u heeft gedaan om voor vrijheid te strijden. Ze is u heel erg dankbaar voor de vrijheid die u heeft bevochten. Ja, lieve meid, ja. Het is heel bijzonder dat nu de laatste jaren er dus meer aandacht voor de kinderen is voor ons. Ja. Want daar heeft het wel het ene onderaan ontbroken. Na de oorlog. Ja. Was u niet bang tijdens de oorlog? Ja. Ja, was ik wel. En eigenlijk iedereen die in de oorlog geweest is, is bang geweest. Ik ben heel blij dat er nu vrijheid is in ons land. En ik vind het fijn dat jij bij mij zit nu. Zorgpersoneel en inwoners van Zutphen hebben vanmorgen actie gevoerd in het Gelre ziekenhuis. De actievoerders stonden met spandoeken in de hal van het gebouw. Eerder deze week werd bekend dat binnenkort de afdeling verloskunde sluit en de afdeling intensive care en spoedeisende hulp alleen tijdens kantoortijden open zijn. Vandaag werd duidelijk dat er geen genoeg personeel is voor verloskunde, zodat die afdeling vanaf nu in het weekend al dicht is. De actie is georganiseerd door de SP-afdeling Zutphen. Wat hopen jullie dat het gaat opleveren? Nou ja, vooral dat het ziekenhuisbestuur begrijpt dat je niet zomaar afdelingen kan sluiten van de een op de andere dag. Met de verloskunde was het letterlijk een Instagram berichtje gistermiddag met het verhaal in het weekend zijn we dicht. Dan kan je niet tegen personeel en zwangere moeders zomaar zeggen, lijkt me. En dan is het fijn dat je in de buurt kan zijn en dat ik niet meteen een half uur tot 40 minuten langer moet rijden. Voor moslims is het een feestelijke dag vandaag. Het Ramadanfeest, bij ons beter bekend als suikerfeest, is begonnen. En daarmee is de Ramadan, de vaste maand, ten einde. De dag staat in het teken van lekkernijen, cadeaus en bezoekjes aan familieleden en vrienden. En
natuurlijk een gebed in de moskee. Allahu akbar. Allahu akbar. De grote Turkse moskee in Ede zit stampvol gelovigen voor het ochtendgebed. Vandaag is het dan ook een hele bijzondere dag. Het einde van de Ramadan wordt gevierd. De Ramadan is de heilige maand van inkeer, waarin tussen zonsopkomst en zonsondergang gevast wordt. Het is een mooie maand geweest, waarbij je meer aan je godsdienst, laat ik het zo zeggen, werkt. Het is ook een maand waarin jij jezelf weer houdt van eten, drinken en allerlei andere behoeften. We hebben heel veel smeekbidders verricht, we hebben heel veel goede daden verricht, we hebben mensen proberen te helpen. En naast het feit dat het spiritueel gewoon goed voor je is, is het natuurlijk ook wetenschappelijk gezien ook gewoon goed voor je lichaam, het hele Ramadan, het hele vasten. En door de grote aardbeving in Turkije had de Ramadan dit jaar extra betekenis, zeggen veel moskeebezoekers. Het was veel gevoeliger. Je merkt dat je noodzaakt hebt om met elkaar te zijn. Voor elkaar te zijn. En dat is Ramadan ook eigenlijk. Turkische teken. Het feest wordt de komende dagen in huiselijke kring met familie doorgevierd. Ondanks dat mensen nu wel vrolijk zijn om het feest is, is toch altijd wel een bittere nasmaak omdat het weer voorbij is. Dus we hopen het volgend jaar weer mee te kunnen maken. Ja, zoals wij zeggen, inshallah. Ja, ook volgende week is er een feestdag. Dan is het Koningsdag. Vandaag traditioneel voorafgegaan door de Koningsspelen. Duizenden basisschoolleerlingen konden zich lekker uitleven tijdens deze sportieve dag. Vandaag hebben we de Koningsspelen voor bijna alle Harderwijkse scholen. Het zijn 22 scholen in Harderwijk die meedoen dit jaar. Het gaat dit jaar om rond de 2400 kinderen. Wat heb je haar mooi? Ja. Helemaal oranje? Ja. En de vlaggetjes op je wangen, wie heeft die erop gedaan? Mijn moeder. Ja, we willen gewoon het samen zijn en het onderling op een plezierige manier de Koningsspelen beleven, daar gaat het ons om. Nou, je moet op emmers lopen en dan moet je weer teruggaan. En waarom eigenlijk? Het is Koningsspelen. Met gaan we opdrachten doen. Wat heb jij net gedaan? Op emmers gelopen. Omdat? Gewoon voor de leuk. Wat vind jij het leukste spelletje hier tot nu toe? Hockey. Echt waar? Ja. Maar dat kan je hier niet doen? Echt wel binnen. En boksen en zo, vind je dat ook leuk? Ja, ook. Dus eigenlijk dat op die emmers lopen hier is niet helemaal jouw ding? Nee, niet mijn ding. Koningsspelen, is dat een leuk moment voor jou in het jaar? Iets waar je naar uitkijkt? Waarom? Omdat gewoon leuk, gezellig met z'n allen spelletjes spelen. Dus als het er niet meer was? Ja, balen. Gisteren liep het al uit de hand in Hoevelaken. Vandaag moest bij een examenstunt in Nijmegen de politie eraan te pas komen. Bij het Canisius College in Nijmegen beschadigden leerlingen auto's van buurtbewoners. Fietsen werden besmeurd en in en om de school werden vernielingen aangebracht. De politie moest eraan te pas komen om de rust op het schoolplein te herstellen, meldde de school in een brief aan de ouders. De school gaat uitzoeken wie de vernielingen hebben gepleegd. Een bijzondere metamorfose van deze spoorbrug in Westervoort. Zometeen meer over het werk van Biddel, dat in ere wordt hersteld. In een woning in Vaassen zijn 22 honden in beslag genomen. De 5 volwassen honden en 17 pups waren er slecht aan toe. De eigenaar van de honden is aangehouden. De verwaarlozing kwam aan het licht na melding bij de politie over de vondst van een dode puppy in een woning. En daarop kwamen medewerkers van de dierenpolitie en de landelijke inspectie dierenbescherming in actie. De honden hadden bijna allemaal verwondingen en leefden in een woning die zeer vervuild was. De dieren zijn overgebracht naar een betere plek. De gemeente Maasdriel heeft een nieuwe waarnemend burgemeester. Het is CDA Tweede Kamerlid Jacco Geurts. De 52-jarige Geurts zat 10 jaar in de Tweede Kamer en vertrekt daar nu. Hij hield zich als Kamerlid bezig met woningbouw en daarvoor landbouw. In het verleden was hij varkenshouder in Kootwijkerbroek. Geurts volgt in Maasdriel Henny van Kooten op, die vanaf 2014 burgemeester was. De toestand van zanger Rob de Nijs is zorgelijk. De zanger uit Bennekom werd gisteravond opgenomen in het ziekenhuis. Wat hij mankeert, zegt het management niet. De Nijs is gisteravond met een ambulance thuis opgehaald. Hij wordt vandaag onderzocht en Rob de Nijs is inmiddels 80. 4 jaar geleden is bij hem de ziekte van Parkinson geconstateerd.
Zijn vrouw roept op om een kaarsje te branden. Er komt een stukje cultureel erfgoed terug in Westervoort. Namelijk de schildering op de spoorbrug aan de Liemersallee. Werk van de hand van de lokale kunstenaar Chris Biddel. Dit zijn de Biddelbrug Boys. En samen zorgen ze ervoor dat het kunstwerk van Weile Chris Biddel in ere wordt hersteld. Biddel was in de jaren 80, 90 pentekenaar, sneltekenaar. En bijna iedereen die toen in het dorp woonde heeft in ieder geval één pentekening of meerdere. En dus daar ligt de historie van het hele verhaal natuurlijk. De roots. Kunstcollectief 5B brengt het werk van Biddel weer terug op de brug. Het is ook wel extra mooi, want de reacties zijn zo leuk van voorbijgangers. De hele klus kost 50.000 euro en de boys komen nog zo'n 10.000 euro tekort. En daarvoor wordt op dit moment een actie gedaan met een QR-code. En het is ook wel bijzonder dat mensen nu zien dat er wat gebeurt. Dat ook die QR-code die we hier geplaatst hebben gewoon spontaan gebruikt wordt. Iedere dag zijn hier mensen die ook wat doneren. 4 juni gaat de vernieuwde brug officieel open. Het was een bijzonder gezicht. Op de IJssel bij Gorssel voer gisteren een schip met meerdere verklede vikingen aan boord. Het gaat om een replica van een vikingschip dat vanuit Arnhem onderweg was naar Deventer. Zo moet het er zo'n 1150 jaar geleden hebben uitgezien. Toen de vikingen over de IJssel onder meer de Zutphense nederzettingen aanvielen. Wat weet u van de geschiedenis van de vikingen? Dat ze hier geplunderd hebben rond het jaar 890. En nu wordt dezelfde tocht afgelegd. Vanaf de kop van de IJssel zijn we helemaal hier naartoe gegaan. Hoeveel kilometer van niet? Het was in ieder geval een uurtje of acht roeien. Dus 80 kilometer zit je zo aan. Dat is flinke fitness. Ja, het zijn allemaal getrainde roeiers, dat zeker. En toch moeten ook de getrainde Noormannen even pauze nemen. Zoals hier, in Gorssel. We zijn af en toe even gestopt. Dus er kwamen nieuwe roeiers aan boord. En die mochten weer verder roeien. Dus we hebben het in shifts van anderhalf uur gedaan. Na de pauze wordt er verder geroeid in de richting van Deventer. Daar vindt morgen namelijk een groot middeleeuws evenement plaats. Straks de Week van Gelderland met Klaas Drupsteen. Ja, Klaas, waar gaan jullie het over hebben? Sonja, ja, het was weer de Week van de Wolf en van Sylvia de Wolf de Wolf. En zij is straks hier. Burgemeester Bruls heeft in zijn leven ongelooflijk veel lintjes uitgereikt, maar nu heeft hij er ook zelf een gekregen. En Bert Wagendorp dook onder in de Amerikaanse burgeroorlog en schreef een indrukwekkende roman over oorlog en dood, maar ook over liefde en vriendschap. En dan hebben we nog de jonge reizende ster Mark Floor. Die zingt straks zijn nieuwste single bij ons in de Week van Gelderland na het weer en de reclame. Tot zo. Ja, Klaas, tot zo. En tot zover deze uitzending. Op onze site gld.nl en in onze app vanavond meer over het bezoek van de koning aan het nieuwe paleis Het Loo, dat officieel wordt geopend. Mooie avond verder. We hadden vandaag een beetje pech in Gelderland, want een strook met bewolking en ook regen bleef een beetje boven onze provincie hangen. Leverde een bewolkt weerbeeld op, dus ondanks de bloesem was dat lentegevoel ook weer vrij ver te zoeken. Gelukkig wel wat langere droge periode, dus deze kinderen die meededen aan de Koningsspelen hadden gelukkig geen nat pak tijdens hun sportdag. Die regen die gaat er vanavond wat meer naar het noorden wegtrekken, maar daarachter komen wel nog wat losse buien tot ontwikkeling. Aan het begin van de avond liggen die boven België en die trekken dan van zuid naar noord over Nederland en ook over Gelderland. Kan ook onweer bij voorkomen en op zaterdag zien we dit neerslaggebied overtrekken. Dat zijn de restanten van de onweersbuien die boven Frankrijk zijn ontstaan. Die buien zijn wel flink in intensiteit afgenomen en meer overgegaan in een grootschalig regen. Als we dan nog even naar de zondag kijken, zien we ook dan weer veel bewolking en neerslag boven onze provincie. Dus dat maakt totaal het gehele plaatje dat we een vrij wisselvallig weekend voor de boeg hebben. Eerst nog even in detail kijken naar komende nacht. Dan hebben we dus nog met die buien te maken die van zuid naar noord over Gelderland trekken. Daarna wordt het tijdelijk wat droger met opklaringen. En dan daalt de temperatuur naar zo'n 6 à 7 graden met een zwakke wind uit oostelijke richting.
Nou, morgen overdag dan komt er vanuit het zuiden dus dat regengebied dichterbij. Voor de regen uit in die zachte lucht kan het nog wel behoorlijk opwarmen. Vooral in de Achterhoek langs de oostgrens van ons land. Daar komt de temperatuur misschien net bij die 20 graden in de buurt. Ik heb hier 19 graden bij Winterswijk in de kaart gezet. En in het westen van onze provincie, zuidwesten, waar het als eerste gaat regenen, daar blijft de temperatuur steken op 17 graden. Nou, op zondag ook nog veel bewolking en regen, dan ook lagere temperaturen. En die temperatuurdaling zet door na het weekend. Kijk even naar de woensdag, maar 9 graden in de middag en ook in de nachten temperaturen dicht bij het vriespunt. Dus tijdens het weekend eerst nog zacht, daarna wat kouder, maar wel beide dagen bewolking en regen.